planning voor de Terlaakstraat 6 in Didam. Hier wonen 10 mensen met een verstandelijke beperking. En op 16 maart gaan wij klussen in de tuin. Dat wil ik even laten zien. Nou, zoals je ziet is onze tuin een beetje saai. Dus we willen graag bakken met planten gaan vullen, vogelnestjes ophangen en een beetje gezellige dingetjes. En verder kunnen onze schommelbank en onze tuintafel wel een verfje gebruiken. Hier gaan we pannenkoeken bakken en een fruitsalade maken. En onze bewoners vinden het altijd heel leuk als er iemand op de koffie komt of gezellig een wandelingetje met ze wil maken. Wie wil met ons meedoen 16 maart, van harte welkom. En je vindt onze klus op nldoet.nl.